2 werd aangekondigd met de zin. En dan schakelen we nu over naar Zwitserland. Op dat ogenblik sloeg de koekoeksklok, die iedereen vergeten was, precies 12 keer. 9 mannelijke tv-beauties. Het zijn dus geen vrouwen, 9 mannen. Want we hebben veel vrouwelijke kijkers, is gebleken uit onderzoek. Bruce Boxleitner, Lorenzo Lamas, Mike Connors, Tom Selleck, David Soul, Brian Kelly, Ron Moss, George Clooney en Richard Chamberlain. Een aantal doen een belletje rinkelen, maar een aantal... Ja, misschien als je ze ziet. Ja. Dus we gaan ze gewoon tonen. Het zijn allemaal televisie-beauties. Er zijn er ook een paar bij van een hele tijd geleden, hoor. Dus sommige zwart-wit foto's. We gaan ze gewoon zien en dan hoop ik dat jij mij weet te zeggen wie het is. Ja? Hier komt de eerste. Dat is Tom Selleck. 2. Dat is Ron Moss. 3. Dat is David Soul. 4. Dat is George Clooney. 5. Dat is Lorenzo Lamas. 6. Bruce Boxleitner. 7. Dat is Mike Connors. 8. Dit is Richard Chamberlain. En 9. Brian Kelly, stop. Er moeten er 7 goed zijn. Dat is veel natuurlijk. Hè. 6 jokers, 166 seconden. Twee jokers. Twee jokers. Mm-hmm. Dus niet helemaal zeker van je stuk? Nee, toch niet. Ja. Het begon bij deze persoon. Magnum. Tom Selleck. Is goed in elk geval. Dan had je de man die Ridge Forrester speelt in The Bold and the Beautiful. Ron Moss heet die. Is goed. Hutch uit Starsky en Hutch. David Soul zit erachter. Is goed. De weduwnaar. Porter Ricks uit Flipper, dat is lang geleden. Maar die heet wel niet George Clooney, maar wel Brian Kelly. Joker nummer 1. Luke McKeon in How the West Was Won, onder andere. Bruce Boxleitner. Tweede joker. Dr. Douglas Ross in de hospitaalserie ER. Kinderarts hier. Gespeeld door, dat kan dus niet meer, maar wel door George Clooney. Mm-hmm. De jokers zijn op. Maar dit is ongetwijfeld... Joe Mannix, in het echt heet hij Mike Connors, is goed. De jaren 60, 70. Nog eentje. Links hier, Dr. Kildare, zeer bekend, later ook nog vaak opgetreden. Richard Chamberlain is in elk geval de 6e goeie, de 7e zelfs, we zijn er door. En hadden we nog te zien in Falcon Crest, want dat is dus fout, niet Brian Kelly, maar Lorenzo Lamas. Dat is weer goed gerekend, net zoals vorige week. Echt goed lang nagedacht en dan exact. Ja. Maar ik raad u aan om het in het vervolg zo verder te doen, maar dan zijn de jokers vlug op natuurlijk. Ja, ja. Hè? Dus we zien wel. Vraag nummer 2. Het woord silhouette komt van de Franse politicus Étienne de Silhouette. Zijn belastingsmaatregelen kregen zoveel kritiek dat hij na 9 maanden tot aftreden werd gedwongen. Over de reden waarom een profielportret naar de gedesavoueerde minister werd vernoemd, lopen de meningen uiteen. Misschien dat hij zelf een verwoed verzamelaar was van zo'n schaduwbeelden, maar volgens anderen omdat Étienne de Silhouette door zijn strenge belastingsmaatregelen Frankrijk wou terugbrengen tot een schaduw van zichzelf. Een leuke vraag dit vind ik. We hebben 9 profielportretten van politici klaar liggen. Ik geef eerst even de namen van die mensen. Het zijn zeer bekende. Hè? François Mitterrand, Nelson Mandela, George Bush, Fidel Castro, Bill Clinton, Yasser Arafat, Lech Walesa, John F. Kennedy en Charles de Gaulle. Wat hebben we gedaan? Een foto van hen genomen, in profiel, maar alles weggegomd eigenlijk. Dus je ziet geen ogen, je ziet gewoon de contouren, het silhouet. Daarmee moeten we het doen. En daarmee moet je het doen. Maar dat zal, hoop ik toch, echt meevallen, want die mannen zijn zo bekend. Dus ik zeg niks, jij zegt mij gewoon wie we in profiel zien in silhouet. Dus hier komt politicus nummer 1. Dat is Charles de Gaulle. 2. Dat is John F. Kennedy. 3. Dat is Bill Clinton. 4. Dat is... Nelson Mandela. 5. Yasser Arafat. 6.
Dit is Lech Walesa. 7. George Bush. 8. Fidel Castro. En 9. François Mitterrand, stop. 7 juist. Ja. Niet zo moeilijk, hè? Nee, dat viel best mee. Ja. Ja. 7 juist, dus geen jokers. Boven lopen ze nog eens rustig. En dan zien we wie het in het echt was natuurlijk, dus volledig. Au grand complet hier, Charles de Gaulle is juist in elk geval. Vermoord in 1963 in Dallas, was nog een vraag vorige week, als ik me goed herinner. Ja, John F. Kennedy is juist. Mm-hmm. Dit is een van zijn verdere opvolgers, Bill Clinton is goed. Je moest enorm lang nadenken. Ja, ik kon er niet meteen eruit pikken uit de lijst. Ja. Je hebt het dan toch gedaan uiteindelijk, ja. Maar het is goed hoor. Nelson Mandela is goed. Yasser Arafat vond ik de moeilijkste in die profielen, want het leek een beetje op een vrouw met, die, ja, met een hoofddeksel op, maar goed. Daardoor heeft hij zich verraden, ja. Ja, Yasser Arafat is goed. Hadden wij onmiskenbaar profiel, deze man. Hè? Lech Walesa, nu dus teruggetreden daar in Polen. Is goed, nog eentje. George Bush, president van 89 tot 93 is de 7e goeie. We kunnen verder met, ja, kan niet mis met die baard natuurlijk, Fidel Castro. En dan hadden wij nog de man die in 96 overleed, Frans president François Mitterrand. Een joker verdiend, dat is heugelijk nieuws. Dan zijn we bij, eens kijken, 5 jokers inderdaad. En 73.000 frank. Ja, het zijn hoge bedragen hier vandaag. En er komt nog, want ik heb nog een vraag. Vraag nummer 3. De Amerikaanse Hollywood-magnaat Samuel Goldwyn heette van huis uit Shmuel Gelbfish. Bij zijn aankomst in Amerika veranderde de jonge Poolse immigrant zijn naam in Samuel Goldfish. Goldwyn was eigenlijk de naam van zijn filmmaatschappij. Dat is dan weer een amalgaam van Goldfish en de naam van een vroegere partner, Edgar Selwyn. Die laatste was daarmee niet opgezet en eiste genoegdoening voor de rechter, maar het hof oordeelde in het voordeel van Goldwyn. Met de woorden, a self-made man may prefer a self-made name. 9 Nederlandse auteurs met een pseudoniem. Literatuur dus. Dit zijn die schrijvers, dus Nederland en Vlaanderen, zoals ze in het echt heten, ja, wat op hun paspoort staat, zal ik maar zeggen. En ik ga dan straks het pseudoniem geven, waaronder ze beter bekend zijn. Dus eerst even hun echte naam. Lubertus Swaanswijk, Jan Hendrik Grunlo, Alfons de Ridder, Nicolaas Beets, Frank Latteur, Rick Keupens, Edmond Schietekat, François Haverschmidt en Edward Douwes-Dekker. Wat ik ga doen is dus hun bekend pseudoniem geven. Die zegt me hoe ze in het echt heten. En we hebben er ook nog een foto bij. Dat kan misschien helpen. Ik weet het niet. Een klein beetje. Je kijkt nu al vreemd? Ja, een aantal heb ik. Van een aantal namen heb ik nog nooit gehoord. Nog nooit een aantal gehoord. Andere daarentegen wel. Maar ja, mis eliminatie en wat nog overblijft. Ja. Doe je best. Dus ik geef hun pseudoniem. We zien ze ook. En jij geeft de echte naam van deze auteur. Hier komt de eerste en dat is Multatuli. Edward Douwes-Dekker. 2 Stijn Streuvels. Frank Latteur. 3 Piet Paaltjens. Jan Hendrik Grunlo. 4 Paul Snoek. Rick Keupens. 5 Edmond Schietekat. 5 Willem Elschot. Is Alfons de Ritter. 6 Hildebrand. Is Nicolaas Beets. 7 Ivo Michiels. Dat is Rick Keupens. 8 Lucebert. Lubertus Swaanswijk. En 9 Nesquio. François Haverschmidt. En waar ik. Stop. Je weet het niet meer. Niet helemaal zeker? Niet helemaal zeker, nee. Vandaar. Maar ik moet wel zeker zijn van 7 goede antwoorden, natuurlijk. Hè. Dat is het probleem. 1 joker. 1 joker. Oké. Daar kunnen wij voor zorgen. Alleen een beetje tijd kwijt. Een beetje in de tijd straks. Maar goed, problemen voor later. Eerst 7 goed in die moeilijke vraag, toch blijkbaar, die pseudoniemen. Multatuli, ik heb veel geleden. Dat koos Edward Douwes-Dekker als pseudoniem. Is goed. Stijn Streuvels is gelijk aan Frank Latteur. Dat weten we. Is goed. Piet Paaltjes is niet direct een succesauteur nu, natuurlijk. Zijn echte naam is ook niet Jan Hendrik Grunlo, dus de joker, want hij heet François Haverschmidt. Paul Snoek, de dichter die verongelukte. Edmond Schietekat heet hij in het echt. Ja, juist. Willem Elschot is Alfons de Ridder. Dat is een monument van bij ons, is goed.
Hildebrand, de schrijver van Camera Obscura, onder andere. Nicolaas Beets is juist. Ivo Michiels, vergeten, maar in de tijd het boek Alpha, experimentele literatuur. Hij heet in het echt Rick Keupens, is goed hoor. We zijn er al. Dan nog Luce Baird, daar kan je dus wel afleiden. Uit de naam afleiden, ja. Lubertus Zwaanswijk, ja. De vijftiger, is prima. En dan Nescio, ik weet niet, heet dat in het Latijn. Dus niet François Havers. Dat klopt hier twee dus. Omgewisseld. Ja. Jan Hendrik Groenlo, schrijver van het intrigerende, enfin, het boek met de intrigerende titel Menetekel. Dus net geen joker verdient natuurlijk, maar goed, dat is geen probleem. Waar staan we voor? Net voor de laatste vraag. We hebben 52 seconden en we hebben 4 jokers. We spelen hem nu, vraag nummer 4. De Vikingzeevaarders deelden hun tochten in volgens 3 hoofdroutes. Er waren de zogenaamde westelijke weg via de Noordzee. De oostelijke weg ging over de Baltische Zee. De noordelijke weg liep langsheen de kusten van een land dat zij daarom ook Norweger noemden, het huidige Noorwegen. Die zijn 9 landen, kan nog altijd van alles zijn, hè? Nederland, Indonesië, Australië, Rwanda, Kenia, Finland, Thailand, Oekraïne, Luxemburg, een heel pak bijeen. Maar die hebben allemaal een lyrische omschrijving. Zo een cliché waarmee men die landen aanduidt. Die omschrijving ga ik geven en je zegt mij welk land daarmee bedoeld wordt. Veel succes, lieve. 1. De graanschuur van Europa. Oekraïne. 2. Het land van de glimlach. Thailand. 3. Het land van de duizend meren. Finland. 4. Het groene hart van Europa.